Goedemorgen en welkom bij mijn allereerste vlog. Voor mijn allereerste vlog wil ik jullie meenemen in wie ik ben en wat ik doe. Nou, ik ben de Seleni, ik ben 26 jaar en ik woon op het eiland Goeree over Vlakkee. Samen met mijn man Jordan zijn wij dus ook mama en papa van twee kindjes. Een meisje Sophia van 3,5 en een jongetje Zane van bijna 11 maanden. Ik ben geboren in Griekenland en woon al sinds mijn derde. Maar dan ben je mijn derde in Nederland. Ik heb twee oudere broers van een andere moeder. Oftewel, brother van een other mother. En een zusje en een broertje van wel dezelfde ouders. Ik ben echt compleet into de skincare, haircare. Eigenlijk alles wat met het uiterlijke verzorging te maken heeft. Ik hou van oorbellen. Ik heb er superveel. Mij zou je dus ook echt eerder zien zonder make-up. Maar wel dan zonder oorbellen. Ik ben een echt zomermens, dus je kan me ook echt blij maken met een zonnetje, met mooi weer. Echt dat vieze, regenachtige, koude weer. Daar doe je mij dus ook echt geen plezier mee. Je kan me wakker maken voor heerlijk eten. Of iets romantisch zoals, weet je wel, kom, we gaan de zonsopgang kijken. Bijvoorbeeld, het zijn maar echt in de kleine dingetjes. Ik vind het heerlijk om met mijn gezin op pad te zijn. Om lekker 's avonds, wanneer de kinderen op bed liggen, lekker met mijn partner te chillen op de bank. Lekker filmpje kijken. Maar ik vind het dus ook heel erg leuk om dingen te doen met vrienden. Ik ben eigenlijk een beetje van beide. Ik ben een beetje introvert en een beetje extrovert. Ik heb een MBO niveau 3 allround kappersdiploma, kappersopleiding gedaan. En een MBO Office Assistant. En van beide heb ik dan ook mijn diploma behaald. Ik heb van 2013 tot en met 2018 gewerkt als allround kapster in Barendrecht. Ik weet niet of jullie het nog kennen. Het is nou, het is, bestaat nu niet meer. Maar het heet Yes Worldwide Hair Salons. Heb ik een hele erg leuke, fijne tijd gehad. Maar op een gegeven moment was het voor mij ook gewoon tijd om wat anders te gaan doen. Nou, en in 2019 februari ben ik dan ook de opleiding Office Assistant gaan doen. En toen heb ik gewerkt bij verschillende bedrijven als Office Assistant. Office Assistant is eigenlijk met andere woorden secretaresse. In 2020 ben ik toen geslaagd als Office Assistant. Dat terwijl ik 6 maanden zwanger was van Sophia. En in september 2020 is Sophia toen ook geboren. Ik ben van Sophia bevallen in Rotterdam. Dat was voor mij eigenlijk een hele makkelijke keuze, omdat ik dus niet hier bij mij op het eiland wilde bevallen. Nou, op een gegeven moment merkte ik toch dat ik het werkleven bij een kantoorbaan ja, niet echt iets voor mij is. Ik was meer op zoek naar vrijheid in tijd, maar natuurlijk ook financieel. En toen kwam ik in 2021, kwam Network Marketing bij mij op mijn pad. Dit doe ik eigenlijk ondertussen met heel erg veel plezier. En mensen die hebben toch heel vaak een soort vooroordeel over network marketing. Want ze verwarren het heel erg vaak met een piramidespel. Maar mocht je vragen hebben hierover, dan laat mij dat vooral weten in de comments. Want ik vertel echt met alle plezier, vertel ik hier heel graag wat meer over. Want het is zo anders dan wat mensen denken dat het is. Het is oprecht heel erg leuk. En het brengt je zoveel goede, positieve dingen, terwijl je die eigenlijk bij je werkgever niet echt kan krijgen. Naast network marketing heb ik ook een salon aan huis, waar ik dus verschillende behandelingen uitvoer. Denk aan een lash lift, je wenkbrauwen shapen, waksen, het lichaam waksen, ik doe masseren. En ook eigenlijk alles wat met haar te maken heeft, dus haar verven, haar knippen, haar feunen. Hoofdhuidmassages geven. Ik ben geen ster in opsteken. Dat vind ik ook gewoon niet leuk. Maar ik denk dat dat ook vooral komt omdat ik het gewoon niet kan. Ik bedoel, vlechten kan ik. Ik kan het leuk krullen voor je. Maar je moet niet naar mij toe komen als je een heel mooi, deftig bruidskapsel wilt. Dat kan ik echt niet. Misschien moet ik het maar weer een keer proberen. Want wie weet zit het er toch opeens ergens in. Maar wat ik van mezelf weet, ik kan het gewoon niet. Ja, ik vind het werken met mensen eigenlijk op deze manier heel erg leuk. Ik vind het leuk om mensen zich mooi te laten voelen, zich mooi te maken. Of dat ze gewoon eventjes komen ontspannen. Dat ze echt denken van, ah, oh, ik voel me nu echt zoveel beter in mijn vel. Weet je wel, dat ze zich
ontspannen voelen. Maar dat is ook een soort van veilige haven eigenlijk waar wij thuis hebben. In mijn salonnetje, dat heb ik in de schuur. Heb ik een salonnetje gecreëerd. Misschien dat ik jullie daar nog een keertje in meeneem. Dus ja, ik vind het daarom nog steeds heel erg leuk tot op dat van vandaag om in de schoonheidswereld bezig te zijn eigenlijk. En dat doe ik zowel in mijn salon als met het network marketing. Nou, in 2022 heb ik met Jordan en Sophia 5 maanden in Griekenland gewoond. En in augustus 2022 ben ik zwanger geworden van onze kleine Zeen. Wij hebben toen de tijd besloten om terug te gaan naar Nederland. We hadden hier nog steeds ons huis, dat verhuurden wij, maar we hebben een koophuis. Dus we verhuurden toen de tijd ons koophuis. Maar we merkten toch dat we toch iets meer terug wilden naar Nederland. We vonden ons hier wat meer thuis. Ik denk dat het vooral komt omdat je hier natuurlijk ook je vrienden hebt. Toch al heel je leven lang hier woont en werkt en je huis hebt. En dat hadden we daar eigenlijk helemaal niet. Wel had ik mijn familie daar. Want mijn zusje, mijn broertje en mijn moeder die zijn er allemaal naartoe verhuisd weer. Dus eigenlijk ben ik hier zo met mijn 2 oudere broers de enige die hier nog wonen. Dus ja, in mei 2023 ben ik toen bevallen van de kleine. Nou, fast forward naar nu. Heb ik nog steeds een eigen salon aan huis. En ben ik ook nog steeds werkzaam in het network marketing, zoals ik natuurlijk al zei. En sinds kort heb ik een quote page op Instagram. En ben ik begonnen aan een nieuwe uitdaging. Als onder andere social media manager. Ja, ik vind sociale platformen gewoon heel erg leuk en super interessant. En ik probeer hier dan ook echt wat van te maken. Vandaar dat ik nu ook met YouTube ben begonnen. En ik wil u dan ook eigenlijk meenemen in allerlei soorten content. Denk bijvoorbeeld aan een Get Ready With Me. Of weet je, kom een dagje met ons mee hier en daar naartoe. Of ik neem jullie een dagje mee naar mijn salon. Maar ik wil je ook tips en tricks geven over hoe je je leven kan verbeteren. Je mindset beter kan maken. Het zal dus echt van alles zijn. Van eigenlijk gewoon heel veel waardevolle video's wil ik met jullie opnemen. Wil ik voor jullie opnemen. Omdat ik toch wel merk dat mensen de laatste tijd of heel erg gestrest zijn. Of niet weten wat ze überhaupt met hun leven aan moeten qua werk, qua studies. Ja, dus ik wil je eigenlijk gewoon wat meer de positieve kant van social media laten zien. In plaats van de negatieve kant. Het zogezegd standaard plaatje van hoe je eruit moet zien of hoe je eigen moet gedragen. Dus ja, nu jullie wat meer over mij weten, ben ik heel erg benieuwd naar jullie. Ik bedoel, laat vooral in de comments weten wie jullie zijn. Wat jullie leuk vinden. Kunnen jullie. Misschien hebben we wel dingen die hetzelfde zijn. Misschien vind je alles wat ik leuk vind wel helemaal niet leuk. Dat kan natuurlijk. Dus laat vooral weten wie jullie zijn en wat jullie doen. Hebben jullie ook kindjes? Wonen jullie ook toevallig bij mij op het eiland of in de omgeving? Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet dan vooral niet een duimpje omhoog te doen en op mijn kanaal te abonneren. En een hele fijne dag nog en ik spreek jullie snel weer. Doei doeg!